Welkom bij dit videomarktbericht waarin ik u bijpraat over de Nederlandse uienmarktsituatie van vrijdag 29 augustus 2014. Mijn naam is Pieter Post. Zoals gebruikelijk dan beginnen we de videomarktberichten met een overzicht van de beursprijzen zoals die deze week zijn genoteerd. Momenteel noteren in Goes en Emmeloord de noteringscommissies uien. Middenmeer is nog niet aan de gang geweest voor dit seizoen. We zien dat er geen notering heeft plaatsgevonden in Goes voor de plantuien af land. Wel dat er een notering geweest is voor plantuien droog uit de schuur en daar is een klein plusje in gerealiseerd. Voor de zaaiui af land is de prijs onveranderd gebleven. En als we kijken naar de notering van zaaiuien in Emmeloord, dan is die voor de 30% onveranderd en een klein plusje voor de 60% grof. En de eerste notering van rode zaaiuien was er gisteren in Emmeloord. Met een behoorlijke afwijking ten opzichte van vorig jaar bij de eerste notering, maar ten opzichte van geel toch een aardig plusje. Als we kijken naar de situatie op de markt momenteel, dan zijn we eerder gestart dan vorig jaar. Vorig jaar, u zult zich ongetwijfeld herinneren, hadden we te maken met een laat voorjaar, een koud voorjaar en daardoor was ook de oogst verlaat. Nu was alles totaal anders. We hadden te maken met een vroeg voorjaar en een vroeg en voorspoedig groeiseizoen, waardoor er ook vroeg en op tijd uien op de markt kwamen. We hebben gezien dat in het areaal van de plantuien er een forse plus was gerealiseerd van circa 20%. En we hielden allemaal ons hart vast, hoe gaan we al die uien straks vermarkten en plaatsen. En toch, als je nu terugkijkt over de eerste periode van dit nieuwe seizoen, dan kunnen we niet zeggen dat de plantuien ons lang en veel hebben geplaagd. Voor een groot deel zijn ze allemaal geplaatst. Wat er nu nog zit, dat zit soms droog in de schuur bij telers en die wachten hun kansen af, mocht er een kentering in de weer komen om dan op de markt te gaan. We zien dat de plantuien met een kwaliteitsprobleem vrij makkelijk geplaatst werden in Polen en daardoor zie je gewoon een afnemende druk op de markt. En toch zie je niet echt dat de markt een willige stemming laat zien en dat heeft vooral te maken met de afloop van het afgelopen seizoen. Veel sorteerbedrijven die hebben een zeer matig jaar achter de rug gehad. En als u de nieuws bij ons op de website goed heeft kunnen volgen, dan heeft u ook gezien dat er een aantal hun activiteiten voor dit seizoen en ook voor de komende seizoenen hebben beëindigd. En dat zegt dus alles over de resultaten van het afgelopen jaar. En dat zie je ook terug in het inkoopkanaal. Men is zeer terughoudend. Ook bij scherp aanbod is de markt niet willig in het opnemen van dat product. En waardoor de markt iets over zich heeft van dat het niet loopt. En dat is eigenlijk niet terecht. Als we kijken naar de eerste exportweken van dit seizoen, dan zijn die vele malen beter als we de laatste jaren hebben gezien. En we kunnen niet zeggen dat we te maken hebben met een slechte start. Maar we willen misschien wel te veel nu al in deze tijd van het jaar. Voorlopig zal de komende periode staan in het teken van de oogst. En we hopen dat we onder mooie omstandigheden een mooie kwaliteit naar binnen kunnen doen. En dat betekent dat we met de huidige prijzen concurrerend zijn overal in de wereld. En dan hoef je over uien voorlopig nog niet te somber te zijn. Meer nieuws over uien, u kunt het vinden en lezen bij ons op de website www.boerenbusiness.nl. Een abonnement overwegen, dat kan uiteraard. U kunt daarvoor ook terecht bij ons op de website of anders is een telefoontje vrij makkelijk gepleegd. En wilt u mij volgen op Twitter, dan kan dat via @PieterPostDCA en via hashtag Uienmarkt kunt u uiteraard ook uiennieuws bij ons volgen.